Als autotechnicus zorg je voor het rijklaarmaken van alle nieuwe en gebruikte auto's. En voer je de standaard onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit. Je werkt op aanwijzing van je leidinggevende aan de dagelijkse routinematige klussen in het garagebedrijf. Omdat je verantwoordelijk bent voor de auto van de klant, is het belangrijk dat je precies en efficiënt werkt. Bij elke reparatie, zoals bij kleine reparaties, worden de auto's netjes gewassen. Van binnen worden ze goed gestofzorgen. Als ze nog verdere vragen hebben, kunnen ze bij de monteurs komen, zodat ze goed weten waar ze naartoe zijn. Als autotechnicus weet je precies hoe je dit soort dagelijkse klussen aanpakt en weet je hoe je moet omgaan met je gereedschap en de gevaarlijke stoffen waar je ook geregeld mee moet werken. Je bent flexibel en leert graag nieuwe dingen. Als je twijfelt of als iets niet lukt, vind je het geen probleem om hulp te vragen bij je collega's. Ja, vanaf de eerste dag dat ik hier kwam, ging dat eigenlijk gelijk goed. De klik was er wel. Nou, we helpen elkaar allemaal. Zodra ik vragen heb aan hun, dan staan ze er voor mij. Zodra hun vragen om even bij te springen, dan sta ik er voor hun. Dus dat loopt allemaal goed. Ik ben nu bezig met eerste autotechnicus. Zodra ik dat voltooid heb, begin ik met de HPK. Zodra ik dat binnen heb, dan kunnen we hier binnen het bedrijf nog een aantal cursussen volgen. Dus dat is eigenlijk mijn doel.